Waardering voor een kunstenaar. Je moet kunnen bewonderen. Ik ben geen kunstverzamelaar in die zin dat ik bepaalde periodes bij elkaar scharrel. Wat bij mij binnenkomt, gaat er ook nooit meer uit. En dat is sprekend, mijn vader. Op foto's waarop hij verschijnt, toen hij die leeftijd had van dit portret, is het een sprekende gelijkenis. Maar mijn familie zegt, Theo, hou hem maar op, het is hem niet. Maar ook daar ziet u weer, hè, een standvastig uiterlijk, visionaire blik. Zo vader, zo? Dat probeer ik u nou aan te reiken. Het zou toch leuk zijn als het hem wel was en dat ik zou kunnen zeggen dat ik daar bij toeval tegenop ben gelopen. Maar nog, soms heb ik momenten dat ik denk, heeft hij stiekem het dat toch laten doen. Het was wel eens gewuid. Maar het is hem niet, maar het schijnt. Dit is een man die gaat 's ochtends als de haan kraait zijn bed uit. Na gedane taak te bedden, heeft zijn boekhouding op orde, bestiert zijn gezin. En daarom kijkt hij ook zo wel voldaan. Een ode aan het burgerdom noem ik het. Ik heb grote waardering voor de opperste, beste, brave burger. Zorg maar eens dat je boel op orde hebt. En dan kan de geest op avontuur.